waarnemend president Ashwin Adin zegt dat de start van het zogenoemde Dalian 4-project historisch bezien niet op zichzelf staat. Volgens hem weten we allen dat Dalian, thans CGN, al sinds 1999 aan de weg timmert. De waarnemend president vindt het dan ook heel gepast dat de vertegenwoordiger van dit bedrijf gedecoreerd is voor zijn bijdrage aan de sector. Adin verduidelijkt dat deze bijdrage hoofdzakelijk mogelijk was vanwege de meerjarige en grote financiële ondersteuning vanuit de Volksrepubliek China. In verlengde hiervan, en met name als in oogenschouw wordt genomen de relatie infrastructuur tot ontwikkeling, blijkt ook voor ons land het internationaal bekend adagium te gelden, infrastructuur als noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling. Vandaar dat dit project ook bezien moet worden vanuit onze nationale ontwikkeling, waarbij het nodige raamwerk is opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 onlangs goedgekeurd in ons parlement. En met name voor wat betreft de verbetering van Noord-Zuid, Oost-West ontsluitingswegen ten behoeve van onder andere de efficiëntere transport, als ook verbeterde mobiliteit. Volgens de waarnemend president moet de aan te leggen verbindingsweg tussen Avobakka en de JF Kennedy Highway via Mauakabo en Hannover leiden tot het afnemen van stremmingen en files. Dit geldt ook voor de opwaardering van de strekking Latour-Paranam met een bijzondere opwaardering van de strekking Latour-Toulifo van 2 naar 4 rijstroken. Evenzo ook de vervanging en uitbreiding van de Van Hogerijsbrug, zoals genoemd, naar 4 rijstroken. Dat zal ook een hele opluchting betekenen. Maar dit project komt niet alleen de macro-economische ontwikkeling tegemoet. Ook infrastructuurondersteuning op meso- en microschaal wordt meegenomen. We kennen de opwaardering die we nodig hebben van de Chandisouweg te Saramaka en de Nieuw-Charlesbrugweg. Dat zijn goede voorbeelden die aangepakt zullen worden voor de verbetering van die infrastructuur op regionaal niveau met een aanverwante positieve impact op bijvoorbeeld tuinbouw, vergavelingen, districtstoerisme en regionale mobiliteit. De waarnemend president gaf de aanwezigen ook mee dat de regering overtuigd is van de constante noodzaak van het verbeteren van het leefmilieu. Dit project zal ook daarin voorzien door de opwaardering van de verschillende woonwijken in Paramaribo, Wanica en Para. Waarnemend president Adin gisteren bij het start zijn van het Dalian 4-project te Paranam.